iedereen. Het is 4 maart. Dat wil zeggen dat de bandjes hier wat later is. Dat komt natuurlijk door carnaval. Hè? Dat snap je zelf ook wel. En deze maand is eigenlijk nog een vervolg op de vorige maand. Dat ik zie vorige maand iets nieuws was gekomen. Dus die komt als het goed is deze maand. Voor ook verder gaan we ook zeggen dat ik volgende week ben ik in Amerika. Dus kan ik geen update video maken. Dus die update die dan is, komt een week later op YouTube. Dus niet dat je zegt, oh, ik weet niet hoe het moet. Want volgende week komt waarschijnlijk de quest uit. One of a Kind. Is mijn verwachting. En die zou dus in februari zijn. One of a Kind heb ik al toen besproken. Dus ga ik nu niet nog kunnen doen. Voor de rest, ik ga het beste nu ook voor het laatste. Maar jullie weten allemaal wat er komt. Maar dat is nog maar het beste voor het laatste. Ik begin met de Majorald Memories. Een soort mini-quest voor members. Je hebt 60 Divination nodig. En je hebt natuurlijk Rift of the Majorald en Bloodrun Steep nodig. Voor alles. En het gaat natuurlijk over de memories van de Majorads verzamelen. Dus waar zijn de andere Majorads? En wat doen ze nu? En wie zijn het? En zo. Daarnaast zijn er nog heel veel kleine updates die komen. Dus zeg maar de offhand bind van de engineering. Je kunt die bar rechts onderin bij mij. Daar zo en zo. Die deze dingen kun je ook nog een keer gaan aanpassen. Circus wordt iets veranderd. Meer XP en agility. Nieuwe bank changes. Ja. En dat soort dingen. Ja, nog zo'n monster. Dat spreekt ook voor zich. En natuurlijk, Xaros komt terug. Dus nog een Grandmaster Quest deze maand. Dus twee. Wat je hiervoor nodig hebt is dus 79 Magic, 76 Slayer, 75 Divination, 73 Agility, 67 Summoning. Combat Stats, over de 80 is aangeraden. En Missing Presume Death. Ik vind het wel raar dat we niet de andere Zaros quests nodig hebben. Maar dat zal dus waarschijnlijk quests zijn die in herinnering zijn. Ik vind het raar dat je dus niet die hoeft te doen zoals de Rite of the Majorad. Waar Zaros niet bij was. Dat is Treasure met die de volgende erop. Waarbij je contact maakt met Zaros. Ik weet even de naam niet. Dat vind ik een beetje raar, maar die hoeven dus, als ik hier lees, hoeven ze het niet, want ze staan er niet bij. Ja, dus Zaros komt terug. Yay! Succes!